De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA, heeft gisteren een Memorandum of Understanding getekend met de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten, BHP. Volgens Paul Abiting, voorzitter van de stichting, willen de leden van de vereniging toegang krijgen tot zaken die het voor de houtproducenten gemakkelijker maakt om zaken te doen. Wanneer men gaat zeggen ze gaan paranam maken tot een industrieterrein, willen wij deelgenoot zijn van het hout die wij brengen, dat we niet in het binnenland gaan zitten. Ja, en dat gaan ze ons weer brengen om naar Paranam te werken. We willen een mini-industrieterrein op Atjoni, eentje op Mungo, Afobaka en het Quinti gebied. Want nu kun je even meer aan Oeloek, maar dat zijn de mensen die Paranam more of complete. Dan, die banken moeten ons kunnen helpen met financiering, dan we bouwen de industrie. Dames, een beetje snel, het tempo is ook een beetje hoog, jullie weten het. Suburbanisatie. We willen niet meer in Paramaribo komen wonen, zonder dat we goed voorbereid zijn, omdat er besluiten worden genomen om in industrie dingen hier te doen en mij verplichten om hier te komen wonen. We willen daar blijven waar wij kunnen hengelen en jagen. ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk zegt dat de BHP goed heeft uitgepakt en duidelijk heeft aangegeven waarom zij deelgenoot willen zijn van de associatie. Maar het geeft aan de ernst waarmee zij hier tegenaan kijken en dat stemt zeker goed. Omdat we als ASFA, we zijn daar al 43 jaar straks, we hebben ons sporen verdiend. En tussen de regels leest u ook wanneer meneer Abiting zegt dat we eigenlijk even met Paramaribo doen. Maar we willen gesprekken gaan zeggen van maar eigenlijk ook wij hebben kleine challenges om te dealen met de overheid. Een belangrijk aspect is wel dat je dus eigenlijk nu dit, wat we dus eigenlijk noemen, leverage creator met die alliantie, dat wil je wel hebben om in principe wel een beetje meer druk te kunnen zetten op het beleid. Ik ben toch wel genoodzaakt om toch wel een beetje toe te lichten dat we als organisatie, daar praat ik even over de ASFA, ondanks we daar zo lang zitten en we in alle formele structuren zitten van de overheid. We zitten in de Staatsraad, Sociaal-Economische Raad, AAC, Surinam Business Forum, noem het maar. Overal zitten we in, formeel. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie juicht de samenwerking tussen de ASFA en de BHP toe en noemt het een historisch moment. In de komende periode zal Suriname diverse mogelijkheden krijgen om het land naar verdere hoogtes te brengen. Zo zal er van 28 juni tot en met 1 juli een tophandelsmissie in Suriname zijn. Deze missie zal door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en International Business worden gecoördineerd. President Chandrika Prasad Santokhi legt uit dat de handelsmissie op verschillende gebieden samenwerkingen met Suriname wil. En die handelsmissie zal hier komen om met Surinaamse handelspartners zaken te doen, meneer voorzitter. Samenwerken op verschillende gebieden tussen Suriname en Trinidad. Op het niveau van public sector, op het niveau van public-private sector, maar ook op het niveau van private-private sector, meneer voorzitter. En het doel is het bevorderen van handels- en economische betrekkingen tussen Suriname en Trinidad en Tobago. De president haalde ook aan dat een minister van Curaçao op 29 en 30 juni zich in Suriname zal bevinden. Ook hij zal het land bezoeken om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Daarnaast legt het staatshoofd uit dat de internationale Oil and Gas Summit, die volgende week wordt gehouden, vele kansen biedt voor ons land. Suriname zal echter ook een eigen strategie moeten bepalen. Het is belangrijk dat we onze eigen oil en gas strategie gaan ontwikkelen. Maar niet oil en gas strategie op basis van business as usual. Maar oil en gas strategie op basis van de veranderende wereld. Een veranderende wereld waarbij oorlog gaande is. En een enorme dreiging is voor wat betreft de leveranties van gas. En dat er uitdaging is voor ons als land.
met enorm gaspotentieel samen met Guyana, om mogelijkheden te bekijken om die gasexploitatie in ieder geval sneller te gaan exploreren en exploiteren. Om zodoende te kunnen inspelen op de vraag naar gas in de wereld, meneer voorzitter. De president zegt dat Suriname de kansen en mogelijkheden moet blijven volgen die geboden worden in deze tijd. Op de Oil and Gas Summit moeten de inzichten van onder andere voedselzekerheid in de wereld besproken worden en hoe Suriname kan bijdragen tot deze voedselzekerheid. De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, heeft het kortgeding tegen het ministerie gewonnen. De rechter heeft vonnis gewezen in de zaak waarbij werknemers thuis zijn gezet door het ministerie. Volgens Michael Salons, voorzitter van de WOW, is het probleem van het onterecht thuiszetten van de mensen nu opgelost. Sinds 2020 ergens is het probleem begonnen. Ja, toen deze regering is aangetreden. En daar is het begonnen. Toen is de minister gekomen. En ik heb constant gefight voor de mensen, dat de mensen hun werk blijven behouden. Maar op een gegeven moment is er een deal toch thuis gezet. En ik kwam niet verder uit dan het juridisch aan te pakken. En zo hebben we dan een advocaat in de hand genomen. En vandaag is de dag waar het vonnis aan de mensen is uitgelegd. Hoe het uitgevoerd moet worden. Ik heb begrepen van de advocaat dat de deurwaarde het nog moet betekenen aan de minister en dan gaan we verder. Dus ik hoop dat wanneer het betekend is aan de minister, dat voor mij is het opgelost. Ondanks het probleem is opgelost en de advocaat is geweest om het vonnis uit te leggen, zegt Salons, dat hij niet binnen de kortste keren om de tafel zal zitten met de minister omtrent deze zaak. De zaak die nog speelt is wanneer de deurwaarde volgens hoe de advocaat heeft uitgelegd, het vonnis betekend heeft, dan komen we weer aan de orde wat deze zaak aangaat met de minister. Aangenomen of in AO-basis, arbeidsovereenkomst, of tijdelijke dienst, of vaste dienst. Daar praat de personeelswet over. Maar als de mensen zijn aangenomen, overwegend mensen die hier waren, zijn aangenomen in 2019, 2020 in tijdelijke dienst. En de minister of het ministerie heeft aangegeven dat de mensen niet correct aangenomen zijn. Dus de mensen zijn toen thuisgezet. Salons blijft erbij dat de juiste procedure is gevolgd bij de groep die op de valreep in dienst genomen is. Anders zouden de mensen geen beschikking noch werkgeversverklaring hebben, benadrukt hij. De vakbondsman hoopt dat de minister hierover een goed gesprek houdt met zijn adviseurs. De NV-energiebedrijven Suriname EBS heeft gisteren in Ikeri een zonne-energiecentrale in gebruik genomen. De EBS richt zich in haar strategie 2030 op het verder invulling geven aan een duurzame energievoorziening voor Suriname. De zonne-energiecentrale bestaat uit 6080 stuk zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2,3 megawatt piek. En een backupcapaciteit van 1000 kilowattuur legt Marshall Eindhoven, technisch directeur van de EBS, uit. Met de 21 megawatt opwekcentrale te Klarapolder bestaat het totale geïnstalleerd vermogen in Ikeri met de ingebruikname van de zonne-energiecentrale nu voor 10% uit zonne-energie. Met na vandaag zal het dus ook een deel gebeuren op basis van renewable energy. We gaan de 2 megawatt solar plant in gebruik nemen, zo straks. En dan is Nikeri dus ook, ga je zeggen, gedeeltelijk voorzien op basis van de renewable energy. Dit project is tot stand gekomen door een lening van de Surinaamse overheid. Tussen de Surinaamse overheid en de Caribbean Development Bank. En de EBS is daarvan als uitvoerder aangewezen. En het is niet een op zichzelf staand project, maar is een onderdeel van een veel groter project dat dus uitgevoerd gaat worden en loopt eigenlijk al. We gaan in Paramaribo een aantal substations bijbouwen. We gaan nieuwe lijnen bouwen. En we gaan ook in Ikeri, hebben we nu de solar gebouwd. En ook in Ikeri komt er straks een nieuwe substation en ook een nieuwe transmissielijn.
President Chandrika Persat Santokhi bracht de zonne-energiecentrale in lijn met de aanstaande ontwikkelingen op het gebied van olie en gas. Het staatshoofd erkent dat fossiele energie uitgefaseerd moet worden, maar onderstreept tegelijkertijd dat Suriname ook haar olie- en gassector zal moeten ontwikkelen. En dat is wat we doen als land, omdat wij behoren tot de top 3 landen in de wereld die gekwalificeerd zijn als carbon negatief. Suriname, ja, is een van de 3 landen samen met Panama en Bhutan. En wij geven het voorbeeld in de wereld dat we doorgaan met die fossiele energie op een verantwoorde wijze, maar tegelijkertijd die transitie maken naar die green energy. En zodoende dragen wij dat de uitstoot verminderd wordt, zodat we onze status kunnen behouden als carbon negatief. Maar tegelijkertijd onderhouden wij een bos. Onderhouden we een bos in Suriname. Dicht bebos. En lage ontbossing. Om zuurstof aan de wereld te verschaffen. De 2 megawatt plant kan 400 tot 500 huishoudens van duurzame energie voorzien. Het project is tot stand gekomen middels een leningsovereenkomst van $98 miljoen van de Surinaamse overheid bij de Caribbean Development Bank. De 2e Surinaamse Oil and Gas Summit is vanmiddag van start te gaan. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking haalde bij de opening in de ballroom van Hotel Torarica aan dat deze summit de gelegenheid biedt voor verschillende internationale bedrijven om zaken met elkaar te doen. De bewindsman zegt dat de olie- en gasindustrie ervoor zal zorgen dat het Caribisch gebied sterker zal staan in de wereld. These new realities that hold opportunities and challenges will change the face of our Caribbean region. And with that, also how we engage among each other to make the most out of this new reality and new economy. This new industry in both Suriname and Guyana can become a new force in the world, keeping in mind the global challenges related to climate change, COVID-19, conflicts, and wars. In my view, energy, oil, and gas industries are important sectors for the economy that will significantly contribute to the socio-economic development of our country, Suriname, in a sustainable manner. Suriname is ready to embark. In fact, no, has embarked on this road. Suriname is ready to do business. Suriname is ready to be your partners of choice. Our goal is to be the preferred country of choice for your business. De Guyanese president Irfan Ali haalde aan dat er verschillende strategieën moeten zijn bij het ontwikkelen van de olie- en gasindustrie. Er moet niet worden verwacht dat de olie en gassen van de landen in het Caribisch gebied in de grond zullen blijven. De olie en gassen zijn namelijk nodig om deze landen verder te ontwikkelen, zegt de Guyanese president. And we have been making this very clear case. Do not expect that we are going to allow our resources to be kept where they are whilst we have pressing development challenges and development needs. I want to be very clear from the onset. This does not take away our credentials on the environment. No one can ever question the Caribbean, Suriname, Guyana, Trinidad and Tobago, they cannot question our credentials on the environment. You see, these countries existed long before we found oil and gas. And today you see a lot of international media. Bij deze 2e Surinaamse Oil and Gas Summit, welke door Staatsolie NV is georganiseerd, doen meer dan 200 nationale en internationale bedrijven mee. ATV is de officiële principal media partner van de summit en zal vanaf morgen, gelijk na het ATV-nieuws, overzichten uitzenden van de hoogtepunten. Morgen komen wij terug op de opening van de conferentie.
Advocaten hebben voortaan minder papierwerk. Met de lancering van de webapplicatie SU Legal heeft de juridische sector een bijzondere hulp in hun administratie. Russiel Ramotar, webdeveloper bij DataSuur, legt uit dat het idee voor deze webapplicatie is gekomen nadat voornamelijk advocaten, die bestaande klanten van DataSuur zijn, hebben aangegeven dat zij een webapplicatie nodig hebben, zodat ze een goed overzicht kunnen hebben van hun administratief werk. Ramotar legt uit wat de gebruiker in dit geval, een advocatenkantoor, kan doen op de website SU Legal. De gebruiker heeft een overzicht van al de taken, wanneer het moet gebeuren, zeg maar, er komen events of zeg maar een event op locatie of een event online. Dat kan dan geregistreerd worden binnen de applicatie. Zo zien de andere mensen binnen het kantoor ook wanneer wat moet plaatsvinden. Als je niet bent betrokken bij een bepaalde lawsuit of een bepaalde case, dan zie je dat ook niet op jouw kalender. Dus die afscheiding heeft de applicatie ook. Behalve dat heb je ook task management. Zeg maar, er moet een bepaalde lijst van taken afgehaakt worden. Dan kan dat ook gekoppeld worden aan een bepaalde case bij de advocaten. Behalve dat heb je ook nog file management. Zeg maar, als je documenten moet delen met de verschillende teamleden binnen je kantoor, dan kan dat ook binnen de applicatie. Verder heb je ook nog dat je al je uitgaven kan trekken binnen de applicatie, maar ook dat je de klanten kan factureren voor ja, de diensten geleverd door de advocatenkantoor. Ramotar legt uit dat klanten van advocatenbureaus tot een bepaalde mate gebruik kunnen maken van deze webapplicatie. Ze kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een bepaald evenement en ze kunnen taken toegekend krijgen. Bij de lancering van de applicatie afgelopen week hebben de aanwezige advocaten een termijn van 3 maanden gekregen waarbij ze gratis gebruik kunnen maken van de website. Na die 3 maanden hebben wij een standaardpakket dat houdt in dat je 50 GB aan storage krijgt. Gewoon binnen de applicatie heb je file management en daarvoor krijg je dan 50 GB aan storage. Behalve dat, binnen die $40 dat je per maand gaat betalen, krijg je ook nog up to 5 gebruikers binnen de applicatie. En ook krijg je 4 uren maandelijkse support van ons. Deze webapplicatie kan worden gezien als een digitaliseringstraject voor de juridische sector. Het project om de webapplicatie te bouwen begon in 2021. Echter zijn de officiële zaken pas in februari 2022 van start gegaan. Het bouwen van de applicatie heeft ruim 4 maanden geduurd. ATV brengt u deze week een serie in verband met 159 jaar Kitty Kotti op 1 juli aanstaande. Vandaag hebben wij het met dominee Edgar Loswijk en professor Franklin Yabini over de Bijbel en de slavernij. Dominee Loswijk zegt dat veel mensen heel vaak denken dat slavernij te maken heeft met mensen van Afrikaanse afkomst. Echter heeft slavernij overal in de wereld bestaan. De voorganger legt uit dat in de Bijbel en in alle andere heilige boeken er slavernij was in alle godsdiensten en alle culturen. Maar terug te keren naar de 20e eeuw, de 19e eeuw, is het woord slaaf heeft een shift gemaakt, meegemaakt. Het was eerst verbonden met de Slavische volkeren, die zijn Serven, Tsjechen, ga zo maar, Slowaken, die mensen noemen we slaven, Slavische volken. Dat is een witte, een blanke etnische groep met bepaalde kenmerken. En deze mensen werden door de Duitsers tot slaven gemaakt. Zo heeft het woord, het begrip slaaf, dat verbonden was aan een etnische groep, een shift gemaakt naar het verschijnsel slavernij. Dus was niet meer voor die bepaalde groep. Waardoor het ook betrekking heeft later, vanaf de transatlantische slavenhandel, ook op mensen uit Afrika. Aha. Oorspronkelijk was het niet zo. Dat te maken met een bepaalde etnische groep uit in Europa.
Professor Yabini zegt dat zonder Afrika er geen transatlantische slavernij mogelijk zou zijn. Afrika zelf heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Yabini zegt ook dat 1 juli 1863 niet gezien moet worden als het moment van de afschaffing van de slavernij, omdat er daarvoor al tot slaafgemaakten in vrijheid leefden. Als de Afrikanen niet hadden meegeholpen, waren hun continentgenoten, landgenoten of stamgenoten, waren daar niet meegegaan of waren niet gebracht naar dit deel van de wereld. Ja. Dus als we kijken naar het instituut van slavernij en wat de koloniale overheid heeft gedaan, dan gaan we inderdaad naar 1 juli 1863. Ja. Maar voordien is er verzet geweest van de tot slaaf gemaakte mensen. En die zei, in vrijheid gegaan. Die zijn in vrijheid gaan wonen in het binnenland. Mm-hmm. Een voorbeeld, en er zijn, voordien zijn er ook wel eens geweest, maar bijvoorbeeld 1690. Mm-hmm. Ik dacht dat het september 1690 moet zijn geweest. Heeft een groep hun meester toen vermoord na een bepaald voorval. Die man had iets gedaan met een van de tot slaaf gemaakte mensen daar. En dat pikte de anderen dus niet. Een deel is weggevlucht, later kwamen ze terug en ze hebben de meester vermoord. En ze zijn weggegaan en ze zijn in vrijheid gaan leven. Mm-hmm. Een paar jaren daarna ook weer. Hè? Dus het volledige interview met dominee Loswijk en professor Yabini kunt u aanstaande woensdag bekijken in het programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 5 uur in de middag.